Dag goede vrienden uit een heel goed review leven. Hoe is het daar? Hier is het goed. Ik wil eventjes jullie bedanken voor de mensen die mij steunen via janroos.backme.org. Janroos.backme.org staat hier gewoon onder, hè. Kun je opdrukken, kun je mij steunen voor een paar eurotjes per maand om deze prachtige reviews te maken. Hoe leuk is dat? Heel leuk. Ik heb er weer zin in. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Ik weet het niet. Dat had ik niet moeten doen. Maar laten we even snel gaan kijken. Ach, begint het nou weer? Vegetarische rotzooi. Dit is trouwens niet zomaar vegetarische rotzooi. Dit schijnt dus het absolute summum te zijn van vleesvervangende producten. Nu ben ik gek op vlees. Maar ik vind dat wel interessant als er producten zijn die een beetje in de buurt komen van echt vlees. Deze Beyond Meat, dat is wel echt heel erg bekend. Als dat ze wel echt een beetje in de buurt komen van vlees. En ik heb dus de hamburger gekregen en de worst. Nou, hartstikke leuk. Ik ben kritisch, ik geef het eerlijk toe. Ik heb liever dode dieren op mijn bord dan planten. Maar ik heb hier wel van gehoord, van dit bedrijf. Als je dus zeg maar een hamburgertje hebt van Beyond Meat, heeft dat 99% minder water gekost dan dat het van een runderkont is. Ja, ik wil niet heel veel doen, maar dat klinkt toch eigenlijk best wel goed. Punt is, vaak zijn vegetarische artikelen niet te kragen, niet te kauwen en komen niet in de buurt van vlees. Moet dat dan? Nee, want ik vind dat vegetariërs ook even lekker gewoon hun eigen productjes mogen eten. Het hoeft altijd niet naar ons vleesje te smaken, zou je zeggen. Maar mocht je toch net als ik een vleesliefhebber zijn en toch over willen stappen naar van die vegetarische bende, dan moet het zo dicht mogelijk bij de vleessensatie komen. En dat schijnt dus dit product te doen. Beyond Meat. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik sta er natuurlijk heel erg cynisch tegenover. Ik ben kritisch en vervelend. Maar ja, dit is ook een review kanaal. Dus ik kan nu al wel zeggen van, nou, het is echt net vlees. Nou, de groeten, dat bepaal ik zelf wel. Trouwens, voordat we gaan bakken wil ik even zien hoe dat eruit ziet. Want vaak, ja, heeft het inderdaad niks met vlees te maken. Nou, dit is de worst. En die ziet eruit als een worst. Maar die ruikt niet als een worst. Nou, dit ziet er natuurlijk wel uit als een patty, zoals het heet. Als een hamburger dingetje. Maar wel een hamburger dingetje van kattenvoer. Ja man, het ruikt wel vlezig. Het ziet eruit als een als kattenvoer. Als een blikje kattenvoer wat op je bord is gevallen. Het is zo vet als de meter. We gaan bakken. Let's see. Beyond Meat. Dat zien we wel. Ja, het bakt dus verschrikkelijk aan. De hele keuken is dat blauw. Ze blijven gewoon plakken. Dat is geen vlees. Nou, ik heb dus de Beyond Meat Burger en de Beyond Meat Sausage gebakken. En het bevalt me nu al allerminst. Ik heb nog geen hap genomen. Die dingen die blijven de pan plakken. Die donderen helemaal uit elkaar. Het zou net als met vlees zo moeten zijn. Je gooit het in een grillpan. Hè? Het schroeit dicht. En je draait het om. Dat is hier niet het geval. Dan gaat het al mis. Maar, belangrijker is de smaak. Laten we even gaan proeven. Ik begin met de Beyond Meat Sausage. Wat Engels is voor worst. Nou, dit is een worst. Daar kunnen we gewoon niet over liegen. De vraag is alleen, hoe smaakt die? De worst ziet eruit als vlees. Dat geef ik jullie toe. Nog even een hapje. Er is iets vreemds aan de hand. Ik proef wel dat het niet echt vlees is. Alleen de bijtsensatie, het spul wat erin zit, is gewoon vlees. Is wel heel raar. Dat heb ik nog nooit bij een vegetarisch product gehad. Dat je het gevoel hebt dat je wel vlees eet. Dit is gewoon wel vlees. Alleen de smaak is niet helemaal vlees. Komt wel in de buurt. Maar het bijten anders is gewoon vlees. Is gek zeg. Tijd voor de hamburger. Kijk, de hamburger moet zoals bij de gewone hamburger krokant van buiten, zacht van binnen zijn. Eens even kijken, eens even proeven. Lijkt gewoon op vlees.
ook hier word je wel in de maling genomen door je mondje. Je mondje zegt namelijk kakaoën, qua stukjes, dit is vleesmaat. Je smaakpapillen zeggen, ik weet niet helemaal zeker of het vlees is. Je hersenen zeggen, doe nou eens even normaal joh, je weet toch wat je zit te bunkeren. Zomaar vegetarische bende, zomaar vegan. Je mond en je tong zeggen dan weer, ja dat kan allemaal wel, kan je maar wel vinden. Maar ik heb toch het gevoel dat ik een hamburger zit te eten. Ik heb natuurlijk best al wat vegan zooi hier naar binnen moeten werken. Maar meestal denk ik om te pesten. Ahmed weet dat ik van barbecue hou. Van worst. Van stukken dood dier. Haha, we gaan Jan vegan geven. Dat vindt hij smerig. Over het algemeen vind ik dat ook wel. Volgens mij de enige wat er ooit goed is uitgekomen is de vegetarische hamburger van Albert Heijn. Maar dit is raar spul hoor mensen. Dit neemt jou echt in de maling. Want natuurlijk is het niet precies vlees. Maar laat ik het zo zeggen, het komt denk ik voor 90% wel in de buurt. Dus dit is de eerste keer dat ik iets veganistisch vegetarisch eet, wat echt op vlees lijkt. In plaats van dat het alleen de naam heeft van vlees, of de vorm van vlees. Dit smaakt ook naar vlees, en je bijt ook in vlees, maar het is geen vlees. En dat is best wel knap. Zal ik dan vanaf nu deze Beyond Meat burgers blijven eten? Nee. Want ik wil namelijk 100% vlees. Maar mocht niet zo'n verschrikkelijke meat lover zijn als ik, dan zou je dus met dit voor 90% in de buurt kunnen komen van een stukje vlees. En dan zou ik zeggen, waarom niet? Liever gezegd, ik begin mezelf eigenlijk nu ook wel af te vragen waarom ik dit niet zou eten. Want waarom niet? Ik begin ook nog veganist te worden. Dat gaat echt niet goed hoor. Ik zo bij de NPO aan de slag als ze doorgaat. Amen! De cijfertjes. Zoals ik altijd begin met veganistische, vegetarische producten, schreeuw je van de daken dat het niet tevreden is en dat het niet kan. Beyond Meat heeft dus net laten zien dat het dus wel kan. Dus ik neem mijn woorden weer terug. Ja, ik mis heel weinig. En dat is misschien wel het grootste punt van, als je ergens dan vegetarisch gaat eten, en hebben ze het gewone eten en hebben ze het vlees weggehaald. Nou dat. Dus dan mis je gewoon het vlees, hè. Dus dan zeggen ze van, nou hier heb je witlof met gesmolten kaas. Je krijgt geen sausijsje erbij. Dan zit je met witlof gesmolten kaas. Rij naar huis, denk je, was niet lekker. Was niet echt een compleet maaltijdje. Ik vond er niks zoveel aan. Maar met dit is dat dus wel zo. Dus ik ga hoge cijfers geven. Ja, en neem het mij maar kwalijk. Maar dat is nu helemaal zo. Beyond Meat komt in de buurt van echt vlees. De worst is gewoon een worst. Alleen, de hamburger is nog veel malen beter. De Beyond Meat Sausage krijgt voor mij een 7. Het is niet te geloven. Betekent het dan dat die hamburger zonder vlees nog hoger wordt dan 7? En het antwoord daarop is ja. De Beyond Meat Burger krijgt voor mij een 8. Ben ik van mijn geloof gevallen? Nee. Twijfel ik een beetje? Wellicht een beetje. Ik kan er niet meer van maken.